Bij elektriciteit praten we vaak over geleidende stoffen en isolerende stoffen. Maar hoe gaat dat geleiden en isoleren nou in zijn werk? Ja, we weten dat die stoffen zijn opgedeeld uit atomen en die atomen bestaan uit protonen en elektronen en neutronen. Maar die protonen kunnen we niks mee. Die zitten zo vast in die atoomkernen, die kunnen we echt niet aankomen. Maar er zijn atomen waarbij die buitenste elektronen, de elektronen zitten in schillen om de kern heen. En als je kijkt naar die buitenste schil, daar zitten die elektronen soms helemaal niet zo verschrikkelijk vast. Stel nou dat je de volgende situatie hebt. Je ziet hier een schematische tekening van een aantal atomen waarin we alles hebben weggelaten behalve de buitenste elektronenschillen. En als je nou goed ziet, dan zie je dat die elektronenschillen allemaal aan elkaar raken. Die vormen als het ware één doorlopend geheel. Nou, als zo'n doorlopend geheel gaat vormen, wat ook nog wel eens een keer een Fermi-oppervlak genoemd wordt, dan kunnen die elektronen nog wel eens een keer de weg kwijtraken. En omdat ze toch al niet zo vastzitten, ja, dan zwerven ze soms wel eens een keer van atoom naar atoom. Vandaar dat we dan in een geleider, dat zijn alle metalen in ieder geval, nog een paar andere stoffen, in ieder geval alle metalen, daar vallen dus een aantal atomen of elektronen vallen van het atoom af. Neem bijvoorbeeld de meest gebruikte in de elektriciteitswereld voor geleiders is koper. Koper heeft 29 protonen in de kern van het atoom zitten, moet ik zeggen. Dus een los koperatoom heeft ook 29 elektronen in de schil. Maar als we ze in een blok koper hebben of in een koperen draad, dan heeft ieder atoom maar hij feitelijk 27 elektronen bij zich. De andere twee draagt hij bij aan wat genoemd wordt de elektronenzee. En die zwerft door het metaal heen en weer. Nog steeds, als je het gemiddelde bekijkt, het gemiddeld aantal elektronen per atoom is nog steeds 29. Ja, we gaan er geen elektronen ineens bij verzinnen. En we gaan ook niet wegkapen uit het koper. Dus het gemiddeld aantal is nog steeds 29. Maar kijk je bij de losse atomen, dan zal je zien dat daar het aantal varieert tussen de 27 en tot en met zelfs 36. Dus het aantal elektronen wat bij ieder atoom zit, dat verschilt enorm. Omdat dus die elektronen gaan zwerven. Omdat die elektronen dus zo kunnen overstappen van atoom naar atoom, spreken we dan van een geleider. Zijn er ook situaties waarin die elektronen helemaal niet los zitten? Die zitten juist vast. Dan noemen we het een isolator. Heel veel moleculaire stoffen, zoals plastic, die zijn isolatoren. Omdat dus die elektronen, die weliswaar van atoom naar atoom zwerven binnen een molecuul, maar niet van molecuul naar molecuul. Die zitten helemaal vastgebonden binnen zo'n molecuul. Ja, dan kunnen ze niet geleiden. Dan noemen we het een isolator. Overigens, op te merken, een ideale geleider bestaat wel. Dus waar de elektronen zonder ook maar enig probleem doorheen kunnen, bestaat wel. Maar de ideale isolator bestaat niet. Dus als je maar hard genoeg probeert, krijg je in alle stoffen die elektronen aan het bewegen. Ja, dat zijn vaste stoffen. Maar zoals je hopelijk weet, er is een spreekwoord. Water en elektriciteit, dat gaat niet samen. Dan heb je een groot probleem. Ja, hoe dan? Want water bestaat juist uit, is zo'n moleculaire stof. Die juist eigenlijk helemaal niet goed geleidt. Dat klopt ook wel. In een vloeistof, daar moet je elektrische lading hebben om te kunnen geleiden. Dus er moet elektrische lading in zitten. Zuiver water is juist helemaal geen geleider. Echt totaal niet. Want in een vloeistof, ja, die moleculen bewegen allemaal langs elkaar heen. Dus die elektronenbanen raken elkaar niet goed genoeg. Dus die elektronen kunnen ook niet overstappen van atoom naar atoom. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En zoals al gezegd, water is zelfs een moleculaire stof, dus die houdt die elektronen ook nog eens een keertje heel erg strak binnen een watermolecuul. Toch is water en elektriciteit super gevaarlijk. Waarom dan? Nou, dat heeft niet te maken met het water, maar door de andere stoffen die in het water zitten.
als je een oplossing maakt. En neem bijvoorbeeld zout. Als je dat in water gooit, ja, dan gaat dat zout, dat valt uiteen. En als we nou als voorbeeld keukenzout nemen, dat is een van de soorten zouten natuurlijk. Keukenzout bestaat uit natrium, dat is natriumchloride, maar dat bestaat uit natriumionen en chloorionen. Na+, Cl-. Natrium een lading van 1+, chloor een lading van 1-. Ja, en die ionen gaan helemaal als zichzelf ook bewegen door een vloeistof heen. En dat zijn dus mijn deeltjes die gaan geleiden in een vloeistof. Ja, misschien heb je thuis wel spaarlampen hangen. Of TL-buizen. En dan gaat het weer anders. Dan hebben we zogenaamde gasgeleiding. Hoe krijgen we nou een stroom door een gas heen? Ja, dat lijkt een beetje op vloeistofgeleiding. En dat heeft te maken met het atoommodel. Die lading. Het heeft te maken met de botsingen. Want in een gas, of een damp, daar bewegen die atomen met grote snelheden door elkaar heen. Grote afstanden, grote snelheden. Maar ja, die afstand blijft niet altijd groot. Soms wordt die heel klein en knallen die atomen gewoon tegen elkaar aan. En dat gaat met hoge snelheden. Dus dat gaat met grof geweld. Ja, en dan breekt er wel eens een keer wat af. Elektronen dus. Ja, en als er elektronen van een atoom afbreken, dan heb je dus enerzijds heb je elektronen, losse elektronen, die gaan lekker naar de positieve kant bewegen. Maar het atoom waar je net elektronen vanaf hebt geslagen, die is negatief geladen. Nou, die negatieve ionen, dat zijn positieve ionen. En die positieve ionen, want ze zijn elektronen kwijt, die gaan juist naar de negatieve kant van een gasbuis bewegen. En zo hebben wij dus ook geleiding in een gas en kunnen we in alle fasen gaan geleiden. Plasma hebben we weggelaten, want het is sowieso één grote verzameling van positieve en negatieve deeltjes. Die kunnen sowieso bewegen. Dus tot zover alles over geleiding.